Deze nieuwsopname, die gaat over mezelf. Ik ben aan het stoppen met het drinken van alcohol. Ik sprak vandaag mijn dochter. En die zei ook van ja pap, ik zag jou sinds een paar jaar echt helemaal onderuit glijden. En ze noemde dat met het gebruik van middelen. Dat vond ik zo moeilijk om aan te zien. Daarom kwam ik niet meer bij jou. Ik denk, mooi zo, dat hoge woord is eruit. Nou, dat wil niet zeggen dat ik gestopt ben met drinken. Ik sta pas 5 dagen droog. Het punt is, je moet dat langer volhouden. Dat moet in maanden minimaal. Je moet het helemaal ontwennen. Alcohol is een killer. En ik heb zeg maar een soort sociale zelfmoord gepleegd. Met opzet, by the way. Ja, je moet toch ergens doorheen, hè? Als mens. Ik was ontzettend boos en teleurgesteld. En dat ben ik, natuurlijk. Ik was het niet eens met hoe dingen waren. Maar waar haal ik het lef vandaan om daar zo over te denken? Dus. En mijn dochter vroeg nog, van, pap, mag ik je wat vragen? Ik zei, ja, natuurlijk. Zei, ben je echt, heb je echt de hele week niet gedronken? Ik zei, ja. Nou ja, en morgen ook niet. En overmorgen ook niet. En volgende week ook niet. Nee, natuurlijk niet. Face the music, zeggen ze dan. Ja, je stopt met drinken of je stopt er niet mee, hè? En dan vroeg ze nog van, ja, heb je dan nog hulp nodig? Ik zei, nee. Waarom? Ik zou niet weten waarom. Door drinken, dat deed ik altijd heel zelfstandig. Ja, ook in de kroeg natuurlijk. Maar ik ging helemaal zelfstandig naar de supermarkt. Dan haalde ik al die potten bier. Halve liters sterk bier. Ja, dat drinkt lekker weg. Je wordt er keimoe van, by the way. Alcohol drinken, way me. En dat zag ik ook wel, hoor. Ik heb dat allemaal met mijn troebele blik aanschouwd. En gedacht van, yeah. Maar het is, ik weet het helemaal niet. Ja, kortom, zo chagrijnig als een kip die de eieren kwijt is. Ja, het is beter voor mij. Ik kapte me. Ik rook mijn pakje check nog op. Ik ben zonde om het weg te gooien. Dan is dat ook voorbij. Ingeblikte tevredenheid. Noemen we dat maar. Er zijn periodes geweest. Dan dronk ik weinig. Ik dronk wel elke dag. Maar dan weinig. Dan dronk ik een halve liter en dan 4-5% alcohol. 1,5 liter. Maar toen zat ik met mijn moeder. En daar mag je ook niet roken. Ja, dat mag wel, maar dat moet dan in de garage. En die is dan weliswaar inpandig, maar... Om nou te zeggen dat dat een leuk rookhol is, nee. Heb ik heel weinig gedronken. En een tijdje terug ben ik er ook mee gestopt.
Maar na een paar dagen dacht ik, oh, ik krijg allemaal de kleren. Net als Siska de Rat. Ken je dat liedje nog? Krijg toch allemaal de kleren. Valt toch allemaal helemaal dood. Hey, wij, voor mezelf dan sprekend, hè? Waar je chagrijnig over bent, is dat wat er gebeurd is. Maar wat maakt het nou uit? Het is gebeurd. Moet ik in mijn eentje de hele wereld gaan veranderen? Nou, ik dacht het niet. Los van het feit dat ik dat helemaal niet kan. Maar het is wel... voor mij een ontdekkingsreis geweest met in wat voor een wereld ik eigenlijk geboren ben. Ik zag het allemaal vrij zonnig in. Ik bedoel, ik heb een IQ van 43.000 of zo. Gemiddeld, hè. 'S Morgens iets hoger dan 's avonds. Ik verdien een hoop geld en... Nou, ik vond het allemaal wel best. En toen kwamen die aanslagen van 11 september. Nou, op dat moment was ik ook heel erg bang voor Mohammedanen. En later kom ik erachter dat het... ja, wat ik nu zou zeggen, dat waren... Dat was de universele kerk. Je weet wel, die jongens van het wereldgeloof. Met de paus aan de top. En niet dat de paus het gedaan heeft. Die man heeft wel wat beters te doen. Maar die wist ervan. Die wist van het feit dat men bezig was met dat soort voorbereidingen. Ze hebben de paus natuurlijk niks verteld. Dat was een verrassing voor zijn verjaardag. Bedoeld om de wereldbevolking, ja, moet je nagaan, hè? De hele wereld, angst aan te jagen. Zodat ze dan met plannen kunnen komen van nou, dan gaan we bij de vliegvelden extra controleren. Ja, want Mohammed Atta die had zich ingecheckt op een vliegtuig. Ja. Die had een dozensnijder, een boxcutter. Wij noemen dat een breekmesje. Die kan je kopen bij de Quantumhallen. Of bij de Aldi. Die komen dan kennelijk wel door de metaaldetector heen. Of het scherpe deel was ook van kunststof, kan ook nog. Toen dacht ik, krijgen we nou? En in die tijd, heb ik 2005, toen wist ik dat het officiële verhaal niet klopte. Maar toen wist ik nog niet dat dat de universele kerk was. De globale kerk, de mondiale kerk, de katholieke kerk. Ook een beetje flauw om te zeggen hoor, maar kijk, het is natuurlijk niet alleen maar de paus. Nee. Er zit veel meer achter. Die mensen zijn helemaal niet gelovig. Ja, satanistisch. Meer godengeloof. Semaritas. Isis. En dat weten ze allemaal. Rare verhalen. Daar waarvoor gewaarschuwd wordt in de Bijbel. En dan denk je van ja, maar die katholieke kerk, dat is toch op sterven na dood. Dat is helemaal niet waar. Je springlijf. Gaan we kijken op internet, dan moet je intypen Donald Trump en kardinaal. Donald Trump en een spatie kardinaal. Enter. Dan staat Trump op de foto met kardinalen of bisschoppen. In 2015 heeft de paus het... hoe heet dat ook alweer? De Combined Hearing of zo.
En dan komt het congres en de senaat. Zoiets als Tweede Kamer, Eerste Kamer. Zo. Die komen dan bij elkaar. Dingen session, combined session. En dan meneer de paus op het podium. Ja, een beetje vriendelijk doen tegen de homo's. Want die zijn zielig. Want er wordt niet vriendelijk tegen gedaan. Nee, maar je mag ook helemaal niet als twee kerels in één bed gaan liggen en een beetje lopen rampetampen. En als er mensen zijn die dat zo graag doen, ja, doe het vooral met de gordijnen dicht. En dat niemand het weet. En in 2005 kondigde de moeder van mijn kind, ik was toen nog netjes getrouwd, die kondigde aan dat ze elke vrijdag zou gaan wipperen met een hele akelige man. En later hoorde ik dan dat diezelfde man, die heeft een kennis van mij verkracht. Dat was er weliswaar daarvoor, maar dan nog. Hij heeft een vrouw verkracht. Dronken gevoerd en gepakt. Jilk. En dan met die kerel ging ze dan iedere vrijdag wippen de wip. Ik zei, nou, dat lijkt me niet zo goed idee. Nee, dat was het einde van het huwelijk. Maar ik wilde mijn kind toen nog niet in de steek laten. Dat is me goed ook. Het heeft me wel veel gekost. Als er geen kind was geweest, dan was ik toen opgestapt. Of was zij opgestapt. Maar het best dat je met die vent wil gaan wippen de wip. Maar het, wel vanuit je eigen woning. En niet de volgende nacht weer bij mij tussen de lakens komen liggen. Daar heb ik geen zin in. Ja, toen zat ik echt klem. Erg naar. En ik had een relatietherapeut en het was een combinatie tussen een slap eitje en een slap Janus. Maar ja, dus de man moet meehelpen in de huishouding. Ja, ik deed 75% van het werk. In huis. En dan denk je dat die investering dan iets oplevert. Nou, dat, ja, een gebroken huwelijk, het heeft mijn klauwen mijn geld gekost. En de rest is ook niet leuk. En na die scheiding zat ik hier op mijn eenzame flat. Ja, en dan slaat uiteindelijk de woede en de teleurstelling, alles slaat toe. En dan wil je niet meer in deze wereld zijn. Dus wat doe je dan? Dan ga je bier drinken en dan lekker mixen met tabak erbij. Ja, niet in je bier natuurlijk. Lekker smoken. Met wiet of hash. De vergetelheid. Je wil het niet meer weten. Dat mag ieder mens beseffen hoor. Ja, ik hoop niet. Die vrouw van mij, die moeder. Die heb ik inmiddels vergeven. Die kon er niks aan doen. Die is als kind ernstig mishandeld. Door haar ouders. En ja, zo iemand doet dan hele nare dingen. En daar heeft ze natuurlijk geen recht toe. Maar dat is haar pakje aan. Ze deed het met opzet. En daar kon ze niks aan doen. Dat deed zij uit woede. En zo ging ik uit woede dan lekker aan de zuip. Maar het heeft wel wat opgeleverd hoor.
namelijk dat ik weet dat ik een ongelofelijke sukkel ben. Nou, daar stel je er toch genoegen mee. Want dan neem je toch genoegen mee. Dat is wel een dure cursus. Ik zou het niet aanraden. Als je zelf in zo'n situatie zit, ga in godsnaam naar een huiltherapeut. Dat is een stuk goedkoper. Want wat ik gedaan heb, dat kost punt 1 een hele hoop geld aan bier en alles. Het kost je ook op alle andere terreinen van alles. Bijvoorbeeld dat mijn dochter dus dacht van jeetje, ik kan die sukkel niet langer aanzien. Dat is mooi zo, dan zijn we er ook achter. Dat vermoeden ik al wel hoor. Dus daar gaan we maar. Ja. Ik ga een mooi lijstje maken van alle dingen die ik moet doen. Ik ben nou bezig met opruimen. Schoonmaken en dan verder opruimen. De woning op orde brengen. Ik heb met mijn dochter afgesproken als mijn woning tip-top is. Dan nodig ik haar uit om te komen eten. Maak ik mac and cheese voor haar. Met een glaasje sarsaparilla sap. Geen bier, geen wijn, geen whisky. Mijn dochter drinkt trouwens helemaal niet. Ik moet even een vloedje pakken. Ja, mijn check is nog niet op. Dat is ook voor jullie. Hè? Dus, van mijn fouten, mijn stupiditeiten. Daar kan ik van leren natuurlijk. En jullie ook. Het is dan wel een soort gratis alcoholtherapie uitzending. Daar ben ik pas 5 dagen gestopt. Dus, je weet niet wat het leven nog gaat brengen. Maar mijn woede is voorbij. Ik ben zo dom geweest om seks te hebben met een vrouw zonder dat ik daar netjes mee getrouwd was. En dat moet je niet zomaar doen. En met trouwen bedoel ik niet per se dat je voor de wet trouwt, maar wel dat je iemand zo goed kent en die kent jou ook heel goed en je hebt samen een toekomst. En je maakt plannen om te gaan samenwonen ofzo. Maar niet gelijk voor de recreatieve seks, want daar kan je kinderen van krijgen. En kinderen uit recreatieve seks. Ja, mijn dochter is redelijk gelukt, die zit op HBO-niveau te studeren. Die moet nog 2,5 jaar en heeft ze de eigen inkomen. In een hele goede markt, qua arbeid, arbeidsmarkt. Die gaat de pedagogische hulpverlening in. Het is me er eentje hoor, mijn dochter. Tof van mij. Goeie blik op de samenleving. Goeie keuze voor waar ze zich druk over maakt. En andere dingen laat ze links liggen. Heeft ze groot gelijk in. Zou ik ook moeten doen. Ga ik ook doen. Geen gezeik. Valt me op, hè, dat ik, nu ik gestopt ben met drinken. 5 dagen nog maar. Misschien hou ik wel een wekelijkse update van wat er nou weer gebeurd is. Maar ik heb meer honger. Ja. Ik had helemaal geen honger. Een uurtje of 5, uurtje of 3 smiddags. Ja. 0,5 liter bier erin. Ja, niet in 1 keer, maar. Maar tegen een uurtje van het etenstijd heb je helemaal geen honger. Wil je eerder nog een biertje? En nu heb ik honger. Tuk het even weer.
En als ik stop met roken zo dadelijk, dan, dan krijg ik helemaal honger. Vermoed ik. Financieel gaat het bij mij helemaal ook niet goed. Ook leuk. Ja, dat wordt weer probleem nummer 2. Alles op zijn tijd. Vergeving, dat is erg belangrijk. Vergeving naar de moeder van mijn kind toe. En ik heb haar vergeven. Is klaar. Het is niet haar schuld. En hoe kan je nou boos zijn op iemand wiens schuld het niet is? Als je in je billen gebeten wordt door een krokodil, ja, dat is wel heel vervelend. Het doet die krokodil met opzet. Maar daar kan die krokodil niks aan doen. Want die ziet jou niet als een gevoelig iemand. Meer als een maaltijd. En ik was haar maaltijd. Ze heeft me opgegeten. Maar daar kon ze niks aan doen. Ja, nu maar kijken of ik het volhoud. Denk het wel hoor. Heerlijk man, je valt eerder in slaap, je wordt eerder wakker. En je bent helderder natuurlijk. Zo, super fijn. Wiet doe ik ook niet meer. Punt 1, het is tering duur. Kost je zomaar 5 euro per dag als je niet oppast. Nou, tabak, dat is ook... kost een tientje voor een pakje, man. Pak je cheque van 50 gram, 10 euro. Ha, 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 ha. En al die aanstekers, betaal je ook blauw aan. Die worden de hele tijd gestolen. Als je in de kroeg zit. Ja, de kroeg is helemaal. Heb je wel leuke mensen ontmoet in de kroeg? Heus wel hoor. Aparte lui, maar... Ja. Al die mensen... Wat moet je ermee? Het is allemaal interessant. Er zitten wel interessante lui in de kroeg, dat wel. Aparte types allemaal. Hè? Maar uiteindelijk denk ik van ja. Je zit een avond in de kroeg en de volgende ochtend, ik weet dan nog wel wat er allemaal gebeurd is. Je hebt geen Korsakoff of zo. Maar wat is er nou eigenlijk gebeurd? En ik denk niet dat ik die mensen zal missen. Ik zal er wel aan ze denken. En misschien dat ik nog wel een keer naar de kroeg ga om een potje schaak te spelen. Ja, iedereen zit daar te blowen. Ja, maar dat mag toch niet? Roken in de kroeg? Ja. Ha, 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 ha. Ik zal niet vertellen waar. Maar... Er worden regels met voeten getreden. Dat kan ik je vertellen. Ik kan er nog een leuk boek over gaan schrijven. Mijn leven als kroegtijger. Want ik heb een partij in de kroeg gezeten, joh. Wow. 3 keer in de week, hè? 4 keer in de week. Ja, super gezellig. Maar daar heb je het ook mee gehad, hè?
En dan zit ik eens een uurtje of 4, 5 in de kroeg en dan weer naar huis. En ik had ook nog zo van een... Dan ging ik naar de kroeg, maar eerst zorgde ik ervoor dat ik uit de supermarkt nog wel wat halve liters zwaar bier had gehaald. En dan ging ik naar de kroeg, zodat als ik thuis kwam, van hè, nog even... Een halve liter opentrekken. Met je half dronken kop naar Netflix kijken. En Netflix is ook wel leuk. Dus niks op tegen. Maar het is wel niet heel bijzonder hoor. Punt 1, je zit je de godganse tijd te ergeren aan het feit dat alle rolpatronen die worden bij Netflix omgedraaid. Een soort hiërarchie. Dan heb je onderin zitten de blanke mannen. Dan krijg je de zwarte mannen. En dan krijg je de blanke vrouwen. En dan helemaal bovenaan de zwarte vrouwen. Wat moet je zeggen? Negroïde moet je eigenlijk zeggen. Ik vind de term zwart vind ik niet goed. Die mensen zijn helemaal niet zwart. Die hebben een kleurtje. Negroid. Ik vond Sons of Anarchy, dat vond ik wel een leuke serie, maar het gaat ook helemaal nergens aan. Beetje in de rondrijden met Harley Davidson's. Beetje stoer lopen doen tegen de politie. En handelen in drugs en wapens. Ha, 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 ha. Maar er wordt wel leuk in gespeeld. Die vrouw speelt erin, die ook Peggy Bundy speelt in Married with Children. Echt leuk. Ik heb er echt zin in om alles weer lekker op te gaan tuigen. Een heleboel lekker op te ruimen. En een nieuw leven tegemoet te zien. Periwinkel versie 3 of zo. 4. Ik ben wel eens eerder gestopt met drinken voor een lange periode. Iets van? 3, 4 jaar of zo. En toen ging die vriendin van mij vreemd. En die stond er altijd op dat ik niet zou drinken. Nooit meer zou drinken. Haar vader was een zware drinker. Nou, de avond nadat ze pleiten was, ben ik gelijk naar de kroeg gegaan. En gedacht, ik heb nog zoveel jaren niet gedronken, met als resultaat dat ze opstapt. Dus kennelijk was alcohol het probleem niet. Maar toen dronk ik niet zo heel veel. 2 glazen rode wijn. En dat ging naar huis. Maar van het een naar het ander. En een zus en een zo. Ja, voordat je dit weet, zit je op een enorme hoeveelheid. Ik dronk 3 liter zwaar bier per dag. Nou, maximaal dan, hoor. Soms maar 2 of 2,5. Was veel. Dat hakt erin. Je krijgt dan van die bijverschijnselen, zoals diarree. Kan je allemaal opzoeken bij gevolgen van alcoholgebruik. Staat allemaal in. Ik ook op de tafel. Ik denk niet dat ik er lichamelijke gevolgen aan heb overgehouden ofzo. Ik ben er wel door vermagerd. En ik was al niet zo dik. Ik weet nog, tijdens het huwelijk ben ik ook een keertje gestopt. De moeder van mijn kind zat erover te zeuren en opmerkingen te maken. Yeah, je rookt zoveel. Ik weet je wat? Dan stop ik ermee. Ben ik een half jaar of zo gestopt.
Ja, toen begon je moeder over andere dingen te zeuren. Ik denk, ja, dan kan ik net zo goed weer beginnen. Het helpt je geen donder. Mijn vader zei het tegen mij. Mijn vader heeft ook heel zwaar gedronken. Tot en met... maar dat ging heel veel. Maar zo gek heb ik niet gedaan. Die maakt het wel heel bond. Ja, die dronk ook heel veel. En die is in de Jellinek kliniek beland. En nog in een andere kliniek beland. En toen... Die heeft heel wat klinieken aan de binnenkant gezien. Nou, dat ga ik niet doen. Ik hoef niet naar een kliniek. Ik ben al 5 dagen droog. Zonder al te veel moeite. Het enige is dat mijn lichaam af en toe zegt van... Is het niet eens tijd voor een biertje? Dat ik zeg, hou je mond. Wie is hier de baas? Jij of ik? Wilskrachten gaan het doen. Wilskrachten, moed. En de baas zijn over je eigen lichaam. Hey, ik wil wat en dat moet ik gaan doen. En dat is lekker hoor, om 's morgens wakker te worden zonder... Dat lamlendige gevoel. Ik had nooit hoofdpijn. Ook niet misselijk. Maar wel zo'n... Uiteindelijk begon ik om 12 uur 's middags met drinken. Ja. Nee, daar wordt je leven niet beter van. En ik kan dan toen dus van, ja, als de hele boel zo puinhoop is, wat loop ik mijn best te doen? Ik werd nog een keer, was ik uitgenodigd bij oude studievrienden van mij. Voor een of andere, had iets te maken met een goed doel. En dan zouden ze eerst gaan wandelen voor het goede doel. Nou, daar had ik al geen zin in. Maar die lunch wilde ik er wel met hun meegebruiken. Maar ik werd een kater, jongen. Oh. Ten nauwe nood uit beleefdheid. Een kommetje soep en een stukje stokbrood met kruidenboter weten weg te werken. Ik denk, mooi, dat zit er weer in. Een thee erbij. Het was wel een leuke ontmoeting. Leuk om die mensen weer eens te zien. Ik werd nog afgezet in het centrum van Arnhem. En het eerste wat ik deed was naar de supermarkt gaan. En 3,5 liters halen. Van die zware jongens. 10% alcohol. Staat gelijk aan 6,5 liters normaal bier. Nou, normaal bier. Normaal bier is 4%. Nee, dat doen we niet meer. Dat is mooi afgelopen. Ik ben benieuwd wat ik ga koken voor mijn dochter. Mac and cheese misschien. Ik weet niet wat ze momenteel lekker vindt. En ik kan vrij aardig koken. Ben ik van al die woede af. Wel prettig. En de Nederlandse samenleving, om het even globaal te trekken. Oh, 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 oh. Weet die gele hesjes. Ik denk, ja, wat doen jullie nou? Het lijkt me wel gezellig hoor, met zo'n gele hesjes demonstratie. En dan ga je naar aflopen naar de McDonald's. Een vega burger eten. Met patat. Maar dat helpt helemaal niet. Het Forum voor Democratie, wat zo graag uit Europa wil, die heeft tegen die motie van de PVV gestemd. Want dat was
niet strategisch. Dan denk ik, ja, we maken hem aan. Iedere maand dat Nederland lid blijft van de EU, zijn wij, ik weet niet hoeveel, wat betalen we aan de EU? Dat gaat in de miljarden per jaar. Dan stopt er gelijk mee. Nee, de samenleving is verdorven. Verdom. Men heeft niet in de gaten wat er gebeurt. Het onderwijs, het is helemaal uitgekleed. Dat slaat nergens meer op. Ik heb mijn dochter er een keer over gehoord. Over één keer maar. Dat vind ik niet nodig. Hè. Als kinderen naar school gaan, dat is hun huiswerk. Als ze een tentamen hebben, dan is dat hun tentamen. En niet die van mij. En bij dat overhoren ging het over de halverwege de 18e eeuw tot en met halverwege de 19e eeuw. Dat is een hele belangrijke periode geweest voor Europa. En er wordt er alleen maar in gezegd dat de familie van Oranje het allemaal zo goed heeft gedaan. Nou, Willem de Zwijger. De vader des vaderlands. Dat was een toffe peer. En die is vermoord door de katholieke kerk. Nee, is vermoord door Balthasar Gerard. Ja. Maar die werkte voor de katholieke kerk. Dan heeft Balthasar Gerard nog eens een kop gekost, dacht ik. De katholieke kerk heeft ook Abraham Lincoln omgelegd. Dat was dan in 1862. En dan die geschiedenis ging over Willem, over de familie van Oranje. Dat die zoveel goeds hadden gebracht voor Nederland. En de tweede A4. Dat was heel gewijd. Een en al gewijd. Aan Karel Marx. Met zijn... Ik hou niet van communisme. Onze kinderen worden op school geïndoctrineerd met communisme. Trek het even mee. Daar zouden we tegen in opstand moeten komen. En dat het onderwijs qua wiskunde en natuurkunde weer terug wordt gebracht naar het niveau van wat ik heb geleerd. Eerst op de HAVO en toen op het VWO. Ik was klaar met mijn VWO in 1978. Dat was allemaal nog tof. Veel geleerd. Nu weet ik heel veel van scheikunde, natuurkunde, wiskunde. De stelling van L'Hôpital, die ken ik nog. Die heb je niet nodig in het dagelijks leven. Daar werd toen over geklaagd, maar wat moet ik met die kennis? Nou, je brein trainen, dacht ik. Ik ben nu veel bezig met schaken. Ja, wat heb je eraan in het dagelijks leven? Nou, helemaal niks. Maar het is wel leuk. Dat moet onderwijs zijn. En geschiedenis, dan moet je netjes vertellen wat er gebeurd is. Het einde van de 18e eeuw, dat was de doorbraak van de verlichting. Wat mij voor mij bovenaan staat, Immanuel Kant. Die Duitser, uit Koningsbergen. Met zijn geweldige kritiek der reinen vernoemd. Aan het begin van de 18e eeuw werd de moraal op de kaart gezet door meneer Arthur Schopenhauer. Het zijn groenlaken der moraal. Maar die klopt helemaal. Je wil er niks tussen krijgen. Ja, leer dat aan de kinderen. Ja.
niet dat je de hele kritiek de Reiner Vernoemd moet gaan lezen of de, die twee delen van De Wereld als Wil en Voorstelling van Arthur Schopenhauer. Nou, dat hoeft niet. Maar stukjes eruit. Ja. Waarom niet? Het is onze erfenis. En dan kan je en passant ook nog vertellen dat in 1776, dan is er in Amerika de grondwet voor de Verenigde Staten opgesteld. Met dat, ja, dat eerste amendement. Een soort toevoeging of zo. Hè. Je hebt de grondwet en dan heb je van die amendementen. Het tweede amendement is dat wapens vrijelijk gedragen mogen worden. En niet verboden mogen worden door een overheid. Maar die vind ik wel goed. Dat zou ik hier in Nederland ook wel willen. Zou ik vinden dat als ik straks kan aantonen dat ik 6 maanden lang niet gedronken heb, dat ik dan ook een wapen mag. Geen wapens in handen van drugsverslaafde mafketels. Een soort verklaring omtrent gedrag. Nou, en dan mag het wel. Ik zou Nederland graag weer een republiek willen hebben. Geen democratie meer, want dat slaat nergens. Je stemt op de VVD of op de PvdA of op D66 of op de CDA. Maar die lui die zitten allemaal in achterkamertjes te smoezen. En als de CDA, de grootste, het CDA, de grootste partij is. Dan krijg je de JSF-uitbreiding door het CDA. En als de PvdA de grootste wordt, dan krijg je de JSF-uitbreiding door het PvdA. Door de PvdA. Ja, wat heeft er van zin om te stemmen? We hebben helemaal geen JSF nodig. Een dure hobby. Heeft al die F-16 piloten een uitkering. En dan mogen ze gaan solliciteren bij een land waar ze wel F-16's nodig hebben. Ik zou niet weten welk land dat is. Maar misschien Amerika. Maar hier in Nederland heb je dat niet nodig. Ik zou niet weten waarvoor. Komen de Duitsers er weer aan? Maar ik dacht het niet. Hoor. En trouwens, al komen die Duitsers, dan zeggen wij Guten Tag. Ze komen hier wel veel, hoor, die Duitsers. Op vakantie. Met geld. Moet er blij mee zijn. Nou, de Belgen die zijn ook niet van plan om ons aan te vallen. Engeland al helemaal niet. Luxemburg, een landje van niets. En die Fransen die kijken wel linker uit. Die hebben al zo vaak verloren in dat soort oorlogen, dat ze denken, well, laat maar zitten. Bowie, banon. Nee, ik zie de toekomst gezond in. Ik ga dan een mooi plan schrijven van hoe wil ik Nederland zien. Gewoon een republiek. Geen democratie meer. En je stemt op personen voor een bepaalde functie. Dat zijn mensen en die ken je dan. Maar geen partijen meer. Neem het CDA, dat heet het Christendemocratisch Appel. Dat is helemaal niet christelijk. Daar zitten katholieken in. Het oude KVP zit erin. En de katholieken, dat zijn geen christenen. Punt. Zou het KDA moeten heten. Het Katholiek Democratisch Appel.
Nee, die partijen moet je mee stoppen. Al die onzin met al die affiches op al die borden. Stem op Piet van de Kerk. Kerkhoven. Als een man met zijn mooie foto. Al die vrouwen denken van, oh, een aantrekkelijke man. Nou, die zal het wel goed doen. Nee, homo. Waarom zou die het wel goed doen? Neem zo'n Thierry Baudet van de FVD. Die heeft verhandelingen geschreven over het klaarkomen van de vrouw. Dat het niet per se hoeft via de clitoris. Ja, dat zijn zijn woorden. Een kleuter. Moet je je lagere school niet eerst afmaken? Ophouden met die partijen. Begin een beetje na te denken over wat je wil met je land. Een eigen valuta, wil ik ook heel graag. Digitaal, zou ik dat doen. En ook dat je dan in plaats van pinautomaten, en die mogen wel blijven hoor, die bankiers hoeven niet op te rotten. Die hebben alleen geen, ja, dus, het is geen business meer. Die geldverstrekking. Je hebt zo'n systeem, dat heet LEDS. Dat heb ik samen ontwikkeld. Nou, ik heb de programmering gedaan en Remco Trompetter uit Haarlem. Die heeft de specificaties aangeleverd. Want zo moet het werken. Dan kan je binnen lokale gemeenschappen kan je handelen. En je kan ook handelen tussen gemeenschappen onderling. Eigenlijk. Ga er binnenkort aan verder werken. Ik heb zelf iets verzonnen voor het begrip lening. Dat kan ook heel makkelijk. En de kosten van zo'n systeem zijn minimaal. En ik heb al vrij veel betaald eraan. Nou krijg ik er ook weer een beetje geld van. Dat is erg fijn. Een ander systeem, dat vind ik ook erg goed. Komt van een ander, komt van Kevin de Kroon. Heeft hij verzonnen. En het programmeren eraan, ja, dat heeft hij helemaal op zijn gat gelegen, man, door die alcohol. Jeetje. Elke dag deed ik alleen het hoogst noodzakelijke en energie om. Helemaal niet. Van alcohol word je doodmoe. Je verdwijnt even in een soort lala-land. En je denkt, oh, wat leuk. Afstomping en zo. En dan kun je zeggen, ja, dat weten we allemaal al. Ja. Maar nu weet ik het ook. Ja, we zullen wel zien wat er van komt. Hartstikke bedankt voor het luisteren hoor. Ik stel het erg op prijs. En kijk eens eventjes op www.letscontact.nl. Het interface gaat momenteel uitgebreid worden. De plannen liggen klaar. En aangezien ik geen alcohol meer drink, ja, wat moet je dan doen overdag? Wie? En 's avonds. Niet meer naar Netflix kijken, niet meer naar die andere stomme films. Ik heb ook die hele serie gekeken van Charles Bronson. Met die vigilante, weet je dat? Death Wish. En na dat saaie acteerwerk van Sylvester Stallone. Een beetje met grote guns loopt te zwaaien in een of ander oerwoud. Ha 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 ha.
film als The Matrix, die vind ik wel leuk. Maar deel 2 en deel 3, ja. En dan de Terminator, ja, is ook wel leuk. Niet dat ik daar stijl van achterover sla, hoor. No way. Nou, ik ga weer een stukje verder werken. In de keuken ben ik bezig. Het gasfornuis is half schoon. Dan moet dat naar voren. En dan gaan we alles erachter schoonmaken. En dan de ramen. Ik heb al Silic Bang gehaald. De ramen zitten onder de vetspetters. Die zitten vlak naast het fornuis. Dus, en dan moeten de tegels allemaal nog schoon. En die rotzooi moet van mijn balkon af. Het gaat allemaal zoepzooi die nu helemaal niet hoort te staan. Die gaat me naar beneden toe, naar de schuur. Zo'n box. Dan de confrontatie aan met de Belastingdienst, want die zijn ook behoorlijk chagrijnig geworden. Ja. Snap ik ook wel. Maar ik leef nog, ik kan nog werken. Ik beschik over een uitstekende gezondheid. Ze kan allemaal een jaartje of 15 zeggen. Ik beheers Unix. Ik kan C programmeren. Een goed analytisch vermogen. Ik praat netjes met twee woorden. Zetten ze mij maar aan het werk. I don't care. Staat in de Bijbel of zo. Hè? Als iemand heel veel schulden heeft. Die kan hij niet meer afbetalen. Ja, dan moet hij werken. In de Bijbel staan twee redenen voor slavernij. Die moreel zijn. En de ene reden is dus dat je jezelf enorm in de schulden hebt gestoken. Heb je allemaal geld uitgegeven wat je niet hebt terugbetaald. Ja, dan moet je werken. Lijkt mij. Leuk, lijkt me leuk om mijn dochter weer te zien. Lekker een hele avond. Gaan we een potje schaken. Als zij kan het ook. Niet zo goed als ik, maar niet slecht. En ik maak af en toe best domme vergissingen en dan kan ze toch winnen. Ik vraag me af of ik weer koffie moet gaan drinken, maar ik denk het niet. Thee is me eigenlijk ook te veel werk. Maar misschien komt het straks wel weer, hoor. Weer een lekker kopje Earl Grey. Of groene thee. Beetje de, hoe zeg ik? Krijgen nu damage control, heet die fase. Ja, ik heb die damage met opzet veroorzaakt. Om tot een waarheid te komen. En te accepteren dat de wereld is zoals die is. Inclusief de moeder van mijn kind. En al die andere toestanden. En aan de wereld kan je niks doen, maar aan je persoonlijke relaties wel, by the way. He, dus als je zo'n probleem wat ik heb gehad met de moeder van mijn kind, als je dat wil voorkomen, dan moet je... Ja, voor mij geldt het nu niet meer, want ik doe dat natuurlijk niet meer. Ik ben 59. Als je dat wil voorkomen, je moet eerst langdurig met iemand omgaan. En geen seks hebben. En kijken of dus die omgang zonder seks, of dat loopt. Of dat werkt. Of dat gezellig is. En als dat goed klikt, nou, dan kan je plannen gaan maken voor een huisje, een appartementje, een flatje.
Dan heb je dat allemaal goed voor elkaar en een leuke spaarrekening. Dan is het tijd om, als je kinderen wil. En ook wil je geen kinderen, ja, dan kan je best wel seks hebben. Maar geen seks om te kijken of de penis past in de vagina. Dat heeft niet zoveel zin. Nutteloos. Het is wel heel verleidelijk, dat weet ik wel. Maar ik zou het niet doen. De kans dat je in dezelfde misère belandt als ik is, niet 100%, maar toch wel meer dan 10%. Misschien wel 30. 40. En dat moet je niet hebben. Dus kies je partner goed uit. Neem daar de tijd voor. Jessie Lee Peterson, die staat onder deze uitzending. Die rekent daar 2 jaar voor. Dat is een behoorlijke tijd. 2 jaar intensieve omgang. En dan ga je van rampetang. Met een toekomst voor allebei. Zo dien je dat te doen. Nou, super bedankt voor het luisteren. En heel officieel zeg ik op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverds.